Gisteren was iemand die zei, ja, ik heb echt de dag van mijn leven. En een van onze stagiairs die mee was, die was daar echt wel van onder de indruk. Die zei, wel erg dat dit de dag van je leven is. Als je zo eenzaam bent en dit is de dag van je leven, dan is dat best wel heftig. En dat is ook heftig. Tijdens deze Week tegen Eenzaamheid organiseert Meer voor Mekaar allerlei activiteiten, zoals een bustour door Wijchen. Speciaal voor mensen die zich eenzaam voelen. En dat zijn er een hoop. Er zijn echt veel eenzame mensen in Wijchen. 1 op de 4. Dat is recent onderzocht door de GGD. En ook echt aan de mensen uit Wijchen gevraagd. En die zijn ernstig eenzaam. En je hebt ook iets minder ernstig eenzaam. Nou, dat is een kwart daar weer van. Dus er zijn echt veel mensen die zich eenzaam voelen. Corona heeft niet geholpen. Hè? We zijn allemaal in huis blijven zitten met alle goede bedoelingen. Zo van, nou, dat moest. En daardoor zijn vooral mensen die alleen waren, ja, echt alleen maar thuis gebleven, hooguit nog een keer naar de supermarkt. Maar dat was het dan ook. Om deze groep mensen een leuke dag te bezorgen, was er dinsdag een bustour door Wijchen. De geschiedenis van het kasteel. Het kasteel is van 1609. Maar voor die tijd heeft er al een burcht gestaan. Zaterdag hebben we een rondtour gehad, net zoals we vandaag op rondtour gaan in Wijchen. Om te laten zien welke mooie plekken Wijchen heeft. Maar ook wel voor mooie nieuwbouw Wijchen heeft. Want ook dat laten we zien. En alles met de intentie om met elkaar te verbinden, met de bedoeling dat ze elkaar leren kennen en dat ze daarna samen wat gaan doen. Volgens Nijhuis blijven de mensen na de activiteit vaak contact houden. Wij willen eigenlijk elke maand iets gaan doen, waardoor het niet alleen maar bij deze ene week blijft. En ja, we willen graag dat deze mensen als groep met elkaar verder gaan en daarin willen we ze ondersteunen. De mensen zeggen zelf van, we wisselen telefoonnummers uit, adressen uit, we appen. Dus ja, er gebeurt gewoon wel wat. En dat is ook de bedoeling. Dat is ook de boodschap die ze meekrijgen op het moment dat ik 's ochtends nu bijvoorbeeld de bus in ga. Zeg ik dat ook, dat dat het doel is. En dat het niet alleen maar is een leuk uitje en gezellig en dat was het dan. Nee, de bedoeling van en wat daarna.